Good day, everybody. My name is Whanie Lewis, your host on Off the Record. And this week in the studio, we have one of the terrible twins, Junant Petersen. You know, nigga, been all over the world, man. Australia, China, same Africa. Old shit everywhere England. I go, why does everybody's story seem to sound the same? It all seems so familiar. Struggle in the game. It all seems so familiar. You left a little. Good day, my name is Whanie Lewis and you're watching Off The Record, and today we're sitting here with Junant Petersen, mostly known as the terrible twins of Port Elizabeth, so die bra is hier met my and we're going to begin gesels oor sy leefstyl en wie hy regtig is. Welkom by die show, Junant. Hi, it's for me. Thanks for having me, and thanks for all the viewers. Wat sê, hoe's it daar? Ja, sê vir my man, voor die glam en die glow en alles daar, sê vir my, wie is Junant Petersen? Ek is Junant Petersen, ek is van die groep Terrible Twins, maar op die oomblik is het nog net ek, so ek is Junant Petersen, ek is van Shorterville, groeg raak in Shorterville, nummer 18 Dinsmerhout, en ek is gebore daar, en so ek is een rapper. Okay, kwaai man, so hoe is het vir een jong man of een man om op te groeien in Shorterville in die Northern area? Sjoe, van mij om op te groeien in Shorterville in Northern areas is like, ons raak soos amper allemaal, soos allemaal groot raak, maar soos meeste huise is, maar meestal is so, kos die raak groot sonder vader figuur, so as eindelijk die mense wat jou like, jy sê pa nie man, so jy weet nie hoe om ek aan te pas, so jy kyk nou eindelijk op die straat en is baie, is like a low, is a poverty stricken area, eindelijk Shorterville, man, sien jy so baie mense hier, soos die groot raak hier, is bieke, is tough man, om so op te groei in sulke area, like soos ek, my eerste keer wat ek saam met geweld in aanraking kom, is met die 1990 riots, ek was 5 gewees, toe het ek gesien hoe een mens voor my dood, hier geskiet, hy ding speel nou nog in my kop, en ons huis was vol gaten, hier geskiet, ons geblei, oorkant op een centrale plek, oorkant ons was winkels, en met die 1990 uprising, toe baie mense maar nou die slagjes geroop en geloot oor kan ons pad, en mense het daar gehardkloop, en hy was my eerste keer wat ek iemand gesien het, iemand voor my dood geskiet gewees het, en ons sonder een paard hier, ons sonder die weet, maar nou, ons het die therapie geloop, ons het nou net so naai, en so wat ek maar my eerste keer gesien het, wat is geweld, en So jy is gewoond in geweld sien in Shorterville en in die breed PE, soos jy opgegroeid het, so in een paar, met al die dinge rondom jou? Ja, met al die dinge rondom my het ek gesien, wat is die geweld, en ek het altijd vir my gevra, maar hoe kom in? Wat is eindelijk die rede, wat ek so baie geweld sien in die moment, wat ek eindelijk een beetje verstaan, is iets met politiek gedoen met die tijd, dus het nou weer die inequality van onze mensen hier, en dit het eindelijk gemaakt wie ek is. Baie mense, ek is kwaad in my songs, en ek is kwaai in my songs, is like goed te, man, ek sê altijd, ek is een product van die system, man. Jy vertel nie, goed te, het ek gesien, en my leven was klaar, eindelijk, wat in ons area was, soos hy, man, my leven was klaar vir my, geprepeer, maar ek was nog in my maag, so mag ek en my broer, maar mense klaar gesê, jy gaan so is, en jy gaan so is, because hy is ook wat ons groeit raak, man, because mense gaan nie sê, because jy weet, jy gaan miskien sonder pa groeit raak, jy gaan miskien een drop-out is, jy gaan miskien tractie even koop om te leven, meeste van die tijd, nou is eindelijk vir ons het normality, maar is eindelijk abnormal, man, maar jy moet vir vrou, jy sê vir die hoekom, en waarom so ek altijd, ek draai altijd om vir die mense, baie mense ken my nie, en hulle hoor my nooit bieke praat nie, hulle ken net, soos jy die eerste keer wat ek nou bieke praat. Ja, sê vir my, hoe het hy, al die ervaringe wat hy ge-experience het, hoe het hy jou geaffekteer? Het het jou een beter persoon gemaakt, of het het jou affekteer om ook soos jou omgeving te wees? Ek weet, jy was jy in die tronk al? Ja, ek het 5 jaar gespandeer in die tronk. Wat die crime het jy gedoen? Ek was gevang vir
attempted rape. Okay. Niet attempted rape, wat is die? Seksuele... Zoals Tupac, man. Seksuele assault bij een vrouw, ze hollen vat. En kreeg je misschien nog hier en is mij... Ik was niet zo bij je bedrijf, zaken, maar als mijn ex-meisje had ik geërd. En er was een strijd geweest en ik werd daar gevangen, cheat. Ik bedoel, dat is normaal bij wat onze mensen, het lijkt die hier komt. En strijden met elkaar. En, maar je kent me nog weer, jong. Ik was een vrouw staat en klaar, een vrouw, judge. En alles uit. Alles uit. Ik wil niet zeggen hoe je te kunnen, maar mensen wat mij nog kennen, wat mij nog persoonlijk kennen, gaan nog kennen hoe je van mij niet, maar dat is mij niet. Want ik heb een probleem gehad met vrouwen mensen en hij woont heel slecht, maar niet. Ja. Nee man, je is wild en je hebt vrouwen mensen en je gaat jou terugkrijgen. En, maar er was klomp keer vertrokken voor schieterij en volgens het moord en zo zei je en ijzerroof en ijsbraak. Zo is een gevaarlijke braak. Nee, als man niet, als allemaal was jong hier geweest en ik had dwellums geverkoopt en om te survive, ik was als al voor uitdaging was like, mee, op mijn jong daar was al way om te survive en we zitten man niet dwellums geverkoopt en dwellums hier gerend in mijn jong daar en dus mijn later twintigs en ik ken maar zeggen nou, ik moet het doen aan mij ook maar nou, verstaan je, is man niet, het komt in de game, man. Okay. Ja, die gunnen en die dirt en die... Maar ze maar niet mijn verleden. Zo ik blij is met mijn verleden, man. Ik was ook blij. Zeg voor mij, hoe was die ervaring met tronk voor jou? Je eerste dag niet tronk kan komen. Hoe was het? Ik zal nooit even beginnen hoe kom ik in die tronk. Het was eindelijk zo zijn, man. Ik heb peace gemaakt. Ik was tronk toen je geweest van die zaak. Nou, toen werd ik gezien dat ons, nee man, ik kan niet meer elkaar zo dood maken en doodskieten. Dan praat je samen met ons, man. Ik heb maar nog zes en Sabella was nog die tronk was, maar niet helemaal naar Ghana, maar nog geen eens om elkaar verdalen. Nee. Maar ons praten nog maar naar het hele ding, wat dat betekent, dat we elkaar zo dood maken. Ja. Ons moeten raden elkaar, maar ons weet niet, ons is die enemy niet. Ja. Die system is die enemy. Ja. So onze fight moet eigenlijk fight naar die system toe. Ja. En ik heb met ons gepraat en ik heb het gezegd, ons kan zo in elkaar dood, ons waren een stukje van die paai. Als een groot paai, ja weet je man, ons iedereen niet van die paai niet. Mm. Ons beklaar hier over territory en over jij smokkel, ik smokkel en gaan jou schieten en mij schieten. Maar iemand denkt, die mensen met alles, die skelms, als die mensen niet zoets. Je ziet nou kijk nou zien hoe klomp corruptie gaan in Zuid-Afrika. Je kijkt nu op corruptie, wat is het nou Zuid-Afrika, als die een van de meest corrupte plekken in Afrika. En de inequality. En ik heb ons gezegd eindelijk waar we gaan. Je is mijn enemy niet. Die system is die enemy. Je moet nog niet denken, nee, hoe kijk klomp mensen uit de lekkere plekken zoals in die, je kent Tastrexes, Fairview Links en andere plekken. Hoe ken je een natie? Meer daar gooien, op elkaar gooien en die hele niet skills zien. Mm. En die hele niks goed om doen, iemand landen. Zoals je al weet, iedereen is die duivelse wat aan orkens is. Nou, je gooit daar, hij mensen, je gooit allemaal even elkaar. Je zit daar op elkaar, waar ze op elkaar blij. Niks skills zien, alles drop-out. En nou gaan ze die dwellen maar. Punt nummer 1, hij mensen gaan zo hier bekleed, worden dwellens, worden posten. En hulle gaan eindelijk beklein waar hy klein te geef hier van die ekonomie om hulle eie mense uit te wis. Want because nou, wie gaan luister na iemand wat op drugs is? En ek het vir die ouwens eindelijk een prankje geteken en ek het peace gemaakt van die ouwens, gaan ek toe, tronk toe. Jy verstaan nie. En tronk toe het allemaal het gesê, bos en allemaal het gedink, ek is een rapper. Toen moet ek nou bykie my straatkant te wees, toen moet ek nou gaan meesteek ek het, en toen moet ek iemand oor mijn surgical blade oor die gezicht is mij voor die nummer goed en ik het dieper gaan in die nummer en ik heb het overwonnen en ik was daarom hij story ik was gebruikt om te zeggen nee man, ik wil niet meer terug gaan naar Annie, want ik wil niet meer gechained raken, want ik ingaan toen heb ik mijn haar voor de jaren gegeven, toen ik ingaan dus allemaal wat ik mijn haar voor de jaren gegeven, toen ik nee man. Alleen verstoord, ik was een baba geweest in mijn christelijke iskap. En toen voelde ik me net los, man. Toen voelde ik me net alleen. Toen moest ik maar nou nummer vatten en meer een nummer geven. Maar ik heb survived, man. En ik heb gehoord van. Mooi, man. Als we nou terugkomen, dan gaan we meer horen over de Nantse leven in die tronk. En ook die Heere aanvaring in zijn leven.
Welkom terug bij Off The Record. Mijn naam is Whanie Lewis en ik zit hier met Junant Petersen. Bekend als die Terrible Twins, of hij was deel van die Terrible Twins. Die ou gaan nou vir ons vertel hoe die Here aanvaar in die tronk. Junant sê vir ons hy experience wat hy gehad het in die tronk. Ja, met die Here, hier langs my sê, ek bedoel, ek was in tronken geweest en ek het my hart was nou hier vredig en ek was nou net in my bekeerdom. En ek het nou hier gesien, jong, ek het baie aanvallen hier gekry. Because my aangegaan en het gedink, hey, die man, hy wil nou veilige bewaren. Toe moest ek man het, hy moet nou ingaan sê vir die Here, dra my in het dier. En ek kon sê verstaan, hoe kom as ek tronk toe gaan, en ek was een hoofd. Ek die ene van die chief negotiations begin het, maar en was die straat was stil. Hy was die enige skieter, die praat van in Northern Areas, ons het al die plekken het ons gelijk gelaard om te sê, ouwens, nee man, los wat jy so mekaar skiet, laat ons samen staan. En ons is niet meer die enemy, man. Ons kan nie meer mekaar doodmaken, man. Ons niet om samen te staan tegen die rechte enemy, wat die government is, wat die kapitalistische regering is. En nou, in tronken, toe moest ek maar net nou maar weer in die nummer in IWN gaan. En ek het die Here gevraagd om het dier te wat hem dra. En ek was hier gestaan, hoe kom ons ek tronk gaan en ek is onskuldig hier in die tronken. En ek altijd, ek het geappelleer, my appelleer, het geveil. En kort na hy, jaar maanden na die piece, gemaakt het, toen begin skiet er weer. 19 van mijn vrienden was dood geskiet. Wow. 14 van die andere gang is dood geskiet. Ik praat van het kleine tronken en ik heb net gehoord, hij is dood, hij is dood, hij is dood. Hij gril wat ik kreeg, hij wil niet meer hier toe gaan, want hij weet wat dit, wat, wie is niks. En God heeft me eindelijk gewijs, die Here draai mij, man. Mm. Hij heeft me gewijs, nee man. Ek het jou eerste ingestuur. Ek het eerste was ek in tronken. Hy het my eerste ingestuur en hy het my veilig gehou in tronken. En my en meestal die peace deal het gebreek. Vir my wat die chief negotiator gewees het en wat alles het gebegin het is like waar sou ek net gewees het nou even nag nie. So God het my deur gedra. Mense het baie ander prentjie oor jou en jou broer, né? Sê my as jy gangster. Om waar ze, ik zie een gangster niet. Bij mensen alle associëren mij in bendes, maar ik heb tronk nog aan en ik heb mij ingedrukt bij die nummer van 26 en ik heb nog mes gestoken, ik heb nog je bekleed en zulke goed om net voor mezelf als hier om mezelf te protect, because ik lijk je vervoel, je wordt echt gewoon niet mensen lijken me vervoel, want op alle zulke plekken moet je bewijzen, want mensen denken, is een rapper en lijken van jou op een oorloop, dan moest ik nou ja. Mezelf hier bewijzen. Maar ik zie een waarschijnlijk gangster niet, en ik wil het van die mensen zeggen, ik is niet betrokken bij enige gangsactiviteiten niet, bij bendeactiviteiten niet, hij was in die verleden hier geweest, wat ik maar net een nummer in ieder geval om mezelf, because ik zie ik is een product van die system, was ik in tronk geweest, heb ik hier begin met misdaad. En dan zou ik in tronken opgeëindigd zijn. Wat heeft mij tronken geïnvesteerd als een system? Je verstaat niet. Zeg mij, wanneer heeft je muziek begin? Mijn muziek heeft begin na ik die eerste keer gezien over iemand na mij, waarover iemand gewassen nam schiet. En ik zal nooit alle keer vergeten. Ik was 5 geweest, because I did, toen begon ik te aanvaarden, toen ik een sap A graad 1, zoals ze zeggen. En IT heeft begonnen rijm. Ik ga nooit vergeten, mijn eerste song was Vanilla Ice, Ice, Ice Baby. Dum 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 dum. En ik stop. Maar toen zei hij, house cop. Je mijn luister. Of je klaar met de ijster, luister. Of klaar met de kussen. En ik heb daar begonnen en toen is het te gaan en toen is het nou weer POC, wat ik naar geluisterd in een lid. En hulle het van my gewys, kyk jy, hulle was my inspiratie om te focus op Afrikaanse rap. Because hulle het altyd onze kleerlinge se probleme gevat naar die wereld toe. En dis waarom Nelson Mandela het hulle was die eerste rapgroep wat gerap het by die Nelson Mandela's inauguration. So hulle het eindelijk onze pijn het hulle vir die wereld hier gewys. En soos nou, ons is die witte, ons is die swarte, was net hier in die middel. So wat inspireer jou lyrics? My lyrics wat my inspireer is die omstandighede waarin ek groot raak. Ons allemaal ken net die wel happy is, maar as klomp
probleme nie. Ons kan nie praat van goede wat ons nou het. Ons kan nie praat van geld en van dit en dit nie, maar onze mensen, die wat zwakker en die verstaan nie. Nou, ons is, al wat ons het, is onze cultuur. As ek doe die ding, ek wil die andere rassen moet luister naar onze pijn, man, naar onze stories. Hulle moet luister wat er gaan in onze minds aan. Ja. Because as onze cultuur, en jy kan mooi ding nou op oomlik as daar Black Lives Matter. Ja. Hy mense word geroep, African American, Will Smith. Maar niemand kan sê vir Will Smith, jou naam is Will Smith. Maar jy praat van, he's a African American, he's Will Smith. Because hulle gaan nou net as Will Smith. Maar nou sê jy nou, wat is jou naam? Jy sê nou, he's a Khoisan, jy praat nou van jou heritage. Jou, wat is jou naam? Nee, my naam is Neilan Peters. Neilan Peters, jy het een wit man, is een naam. Verstaan waar jy het gaan, al ek sê, jy kan nie sê nie. So, maar jy het eindelijk, ons het een identity crisis. En as ons hier besef wie en wat ons is, dan gaan ons altijd sien, ons weet nie waar toe is ons hier op pad. En vir my is het nou hier, wat ek nou hier wil sê, en wat ek altijd vir die mense door middel van my muziek. As ons weet wie ons is, en as ons weet ons is koninkinders en mense, moet na ons luister, ons kan nie muziek maak om vir die ander mense te laat dansie en om ons self te verneder. Jy verstaan nie, jy wat eindelijk weer sê. So ons moet onze stories vertel vir die mense. En om die stories moet ons verkoop aan die mense. Hulle moet na ons luister. Ons kan nie na hulle luister. Hulle moet sien na die mense wat zwakker. Hulle moet sien na niemand waar oor onze mense nie. Hulle moet sien na ons het nou nog, as ons nou is het, as ons nou die vorm invul hier, wat ons wil gaan werksoek, om ons nou nog geef, kan het. Jy verstaan nie. So kom vir God nie. Gemaakt nie. Soals ons nie gaan praat vir ons, en ons nie onze kultuur gaan uitleven nie, en van die mense sê, so leven ons man, so dit wat ons doorgaan, dit wat ons doormaak. Ek onthou nog, een keer het ek een keer gaan rebba, Skarl ek en my broer by predominantly wit klap, en Skarl was groot geweest in die Noorden eres, en wat Skarl, allemaal was in Skarl, en ek het daar gaan, jy gaan rebba sê die mense, boe, toe het ek myself gesê, nee man, die mense ken nie waar jy dat ons gaan nie. So, ons is Karel, waar nie met hulle nie. Hulle waar nie met Karel, want hulle ken nie van Karel nie. Maar ons hier, ons weet, wat is met Karel, wat is die om jy te het die, wat is het nou hier om te plaai, jy vir die werk, en sê hulle vir jy sê te wit die, dan sê jy nie weer te zwart die. So, ek wil nie traai om ons stories te verkoop aan die mense, as die mense ons pijn voel. Dit is al jy wat jy wil doen. Oké, 3-4 jaar terug heb ik een music video van Zij en jou broer gezien van Hoe is het daar? Ik weet nog niet, is het die song zijn naam? Ja, Hoe is het daar? Hoe is het daar? Jij zingt niet meer met jouw broer? Nee? Ja, ik zing niet meer met mijn broer op een blokje. Dus jij doet jouw solo artist? Ja, ik is meestal wat ik solo doe, ik was mijn broer nog getrouwd en hij is pas nou, ik ken pas nou, man, soms als ik getrouwd aan verleden, voel ik me echt aan, nee man, ik heb nog genoeg geraakt nou. Okay. Ik ben muziek en ik ga focussen nou op mijn familie en mijn kinders. Maar af en toe, dan maak ik nog je blikjes, maar hij wil niet meer nog zo samen, als ik was, als ik, als het nou bij je strijd op een huwelijk, want hij moet nog kinders, wat ik zie nou, je getrouwd die. Zo, ik heb iemand hier, wat ik zie, je beoomelijk, maar ik bedoel, voor mij is het, ik wil nog, waar ik mijn oom besluit, mijn nek, respect. Ja. Hoe was het toen jij en je broer muziek samen doen? Toen ik met mijn broer muziek samen doen, was het net lekker die dialoog. Maar ons altijd zei hoe ons voelt, hoe ons groot raakt. En hoe die pijn wat ons voelt, dat mensen kunnen horen. Wat maakt die mannen in zijn kwaad? Zoals ik altijd je gaan zeggen. Wat ik net wil zeggen, like, wat ons geheerd had, was like iets wat lijkt nog geen gezin op die manier. En wat net, ik net kan trots is, was daarom onze story gaan vertellen. Voor een groot audience man. En ik was net trots en ik blijf al die tijd wat ons samen hier hebben, ons het onze boodschap daarom uitgekregen. Ik zie jij adverteren show op WhatsApp. Ja, het is een van de shows, zoals ik nu zei, ons is bezig. Ik is bij je bezig in die gemeenschap, wat ik altijd doe. Ik heb het wel gezien. Er waren bij mensen die nog steeds samen met mij denken, ik is gangster. Dus ik ga in die plekken, ik ga daar bij de gangleaders. Ik ga niet praten met jou, nee man. Kunnen ze die dingen niet doen? Ons kunnen die dingen doen niet. Because voor mij is het maar net zo, Jezus, als ons net onszelf kennen, als ons net weet wie is onszelf, gaan we onszelf liefhebben, man. Je ziet niet, maar als bedoel, ons is allemaal onze product.
van die system. Toen kwam ik toen bij je gemeente werk, stopkombijs en ik had hier dat we gaan nou met die hele lockdown en ik had shows gegeten, was een cancel en ik had shows gepland en al mijn savings zitten gaan die dakken geklomp goed tijd ik nou je verloren geld je verloren. Maar ik heb nog steeds hij gevoel van mijn mensen, maar als ik net ken onze mensen educate. Want we zeggen, hier voor onze mensen, niet net meer education. Je vertelt niet. Zo, ik doe bij je gemeenschap werk in die gemeenschap. En toen waren ik bij je, ook met gangsters die gaan praten. En ik zei van, ons nemen. Ons draai die. Want bij mensen is bang om te alle chats je gangsters. Maar zo stief, Biko zei. Het waard niet, je gaat aan die leaves. Ga je analyseren. Maar je waren niet voor de wortel. Je must focus on the root. Why? We uit te vragen. Zo, maar wat wil je zeggen? Zo, in het begin van het jaar, was het nou laatst jaar, was je betrokken bij een fundraiser van een dochterkie. Ja. Die noden heren. Dus ik heb die poster gezien. Zeg me, hoe was de experience dat je deel kunt geraken? Ik was zo blij, je vraagt mij nou. Ik was zo blij, je vraagt mij nou over dit. Ik had samen met Heili, met Edda. Edda, zijn naam is mijn ook voor Edda. Ik had samen met die maat gevraagd, heb ik een donatie niet? Toen zei ik, ik vond de man, nee, ik heb die donatie niet, maar ik kan iets doen. Ik kan show kunnen. Ik ken ik real en ik kan toen vraag wat toen zei van nee maar ons kunnen meer geld kunnen ons inzamelen. Toen zei van mij gezegd hoe komen ouders het die in haar home town maar zij opgewassen project en toen zei van nee je kunt die zaal gewassen krijgen. Dat is nou Algoa Park. Ja, Algoa Park. De sound die je gekregen en de zaal die gekregen. Ik heb mijn vrienden gevraagd, alle rappers ouders nemen en toen iets nu hier en ons nu ik heb gezegd even mensen zo en ons nu net daar. Zij heeft wel gehad als een Algoa Park. En dat was nog meer trouw, wat een meerderheid. En toen heb ik een show, je gaat nou een show geven. Thijs was op alle pages geweest. En ik heb iets opgetreden bij de show, want die support van die show was pathetisch. En ik heb mezelf gevraagd, hoe kom je dan? En ik heb teruggegaan en ik heb de heren gevraagd, hoe kom je dan? Die zijn voor een goede doel, die geld is maar niet van mij niet. Ja. En bij van die rappers, wat is van die area van Algoa Park. En toen werd ik opgelet, toen werd ik gepraat samen met een van ook samen, met Gejalbert. En toen werd ik in de show was nog, ik had alles toen ik onze plakaten opgeplakt. Was bij alle shopping malls, ik had uitgedeeld. En ik had Gejalbert in de show, en ik was eindelijk die, ik had eindelijk bij je gecontribueerd van mijn eigen geld van de show. En toen werd ik mezelf gevraagd, kom eens die zo dan, die zo leeg. En ik had gedacht dat die echte namen. Die zijn onder wat area. En ons is meestal brein hier. En dat zijn mannen die, hoe is er is bij je conservatief? En hoe is, yeah. Hoe is mensen, is like, hoe komen ons brein mensen hier gaan ondersteunen? Hoe komen het? Because Haley is een wit vrouw, die man, is een colored. En is een van onze freedom fighters, George Bota, ze zien, als een omklinkend, ze hebben is omklinkend. En heel kind was nu als hij was een van die freedom fighters wat gebekleed die voor ons land wat ons nu kan vrees nu hier vandaag. En ik heb gedacht, nee man, die Rainbow Nation, het gaat maar zo lekker liggen like, bij die met die jelle, wat mensen gaan komen ondersteunen, because zij is wat, maar toen zie ik achterna man. Nee man, ons land heeft nog, ons land heeft nog steeds bij goede wat issues wat er allemaal uitzoort. Yeah. Zo bij je, en ik was gezien het, en er was like evident daar geweest, er was twee wat mensen ja geweest, er was niet Arma. En haar ma is zijn zuster. Zo, ondank man, als we een beetje praten over zulke issues man. Je vertelt niet dat die wat mensen een beetje zeggen, ons is dat lachen ingevergeven. En ons is nou nog geen stukje van die pijn, het is ons ingevergeven. Hij is die vraag. Als we nu weer terug gaan praten over Junant's toekomstplannen. Blijf bij. Full
Eps03 Entertainment is hosting our annual Who's Gonna Be Next Talent Search. This gives one lucky person the opportunity to win 50,000 Rand in prizes. This includes a cash prize, a recording deal from Foolproof Records, a 2-year artist management contract from Foolproof Entertainment, a clothing voucher from Club Young, and lots more. Should you want to make your way to the top of this amazing showcase, please submit a 90 to 120 second video of yourself or a group to 082-516-7707, performing the best act the world has ever seen. Who knows, we might contact you soon. Stop hiding, not hiding, I won't be crying over you, I'm gonna win. Welkom terug bij After Record. Mijn naam is Whanie Lewis en dan zit met Junant Petersen hier. Hij vertelt zijn story. Junant, ik wil jou graag vragen. Is er enige iets wat jij different zou gedoen het in die hele tijd waar je opgegroeid en die experience wat je hebt? Is er enige iets wat je zal change? Als ik enige iets zal change, ik geloof, als ik zo different geraak het in een different environment, dan zou ik die persoon geweest zijn. Wat ik vandaag is. So, wat ik zal, je wilt zeggen, ik zal niet zeggen dat ons allemaal equal is, man. Dat ons allemaal één is. Je verstaat niet, want ons moet weten, als je wit en als je zwart, ons is één race. Je verstaat niet, en dan hadden ook voor classes. Do you understand what I mean? We must get away with classes. Je kan first class, second class, en middle class, en low class. Because hij is eindelijk wat ons divide, man. So, als ik één, als ik wil opgroeien, wil ik zo opgegroeid in de classless society. Wat allemaal equal is en wat allemaal elkaar lief is. Je verstaat niet. Ik hoor jou. Zeg even mij, met jouw violent background, als ik het zo kan stellen, en dat wat je in die tronk geleerd hebt, en die manieren hoe jij jouw leven geleefd hebt, waarvoor is je spijt? Ik heb spijt, ik was die tijd gespend met mijn kinderen en ik heb de meeste tijd gespend op die straat en ik was van veel tijd geweest en ik was meestal gewerkt ook no, om uit te komen uit, kan ik zeggen, uit die omstandigheden uit. En ik heb spijt, ik heb een paar keer goed gedaan, misdaad gedaan, dat ik aan een tronk toe gegaan. So, ik heb bij je spijt over mij besluiten geweest, maar als ik terug ga en ik kijk over mij besluiten, dan ik is eindelijk spijt hier, because dat zie je eindelijk net, nee, ik is een product van het system. Ik ga niet nog, als je net als met één journaal, je hebt nog klomp journaal, ik heb nog klomp mensen kunnen relate samen met mijn story. Je vertelt niet. So, ik denk net, ik moet mijn story vat, ik moet mijn story voor de wereld gaan, dat ik kan zien, hoe komen ze dan kwaad, je vertelt niet. En ik bedoel, als tijd voor ons om open te zijn, om te praten over de goede. So, ik is net blij dat ik nu praat over alles. En ik blij net die om hier te wezen en te praten over hoe ik voel. En ik heb spijt. Ik heb geluisterd naar geraad. Heb je al iemand geschiet al? Heb je al enig ingeschiet? Ik heb nog niemand hier geschiet. Yes, ja. Oké. Okay. En die mensen die je geroofd hebt, heb je al ooit van gezien jammer of heb je remorse op wat je gedaan hebt? Die plekken waar je ingebreken of die crimes die je gedaan hebt, heb je al gedacht? Ik zou zeggen, ik is jammer. Ik bedoel, voor mij is het. Bij je van ons is die jong, ik weet het nog niet, maar in onze tijd was het like, ons gaan stelen bij die wat mensen. Ons gaan breken bij de rijk mensen, ons gaan robben kwaras man. Je verstaat niet, ons gaan doen niet die goede in onze area. Dan komen ons op bij ze in onze area. En dan komen geen ons mensen goede. Omdat de mensen zeggen, onze fight is het. Onze mensen, onze fight is hij mensen. Hebben we geld, dus je verstaat niet. Zo, so, ik zal nog gaan kijken waar is Janni of Mohammed. Je verstaat niet, van Janni is de kar geen shore. Janni is daar duidelijk, Janni is geen shore. En Janni weet ook nog even. Janni budget bij elkaar om gestuurd te raken, Janni is ook weer aan de kar. Je zegt hem maar. Oké, zeg maar, jij moet nou naar jouw jong zelf van 12 jaar, 16 jaar en 18 jaar praten. Wat zijn wijze woorden jij? Dat is zo zien. Wat al wijze woorden wat ik heb hier, als ik zie het, is maar net leer hard in.
try yourself to wat om kinders, want alles begin by yourself, man. Ek dink ons mense moet meer focus om ons mense te leer oor hulle self, wie en wat hulle is, because jy moet weet, 'n nasie met 'n identiteit, ons is 'n nasie, die kleur nasie met 'n identiteit, identiteitskrisis, is 'n recept vir disaster, man, om uit die getaway te kom, is like, a swaar, man, because jy weet nie wie is jy nie, jy weet jy is 'n koningskind, jy weet jy is the first nation of South Africa nie, jy is 'n rechte, echte Suid-Afrikaner. Jy is nie van een West-Afrikaner, of van een European nie, jy is een koningskind, man. So dit waarom sê ek vir al die bosses, ek glo elke mens is die baas van hom, van om eie lewe en om met try om rechte, om ons altyd, vir 12 kind, jy moet try om saam met mense, boeken om te opereit, man. Jy moet nie te opereit saam met om eie, mense met die selle gedachte soos jy nie, jy moet try om net saam met mense wat om kan bou, jy verstaan nie. Ek hoor ja. So jy wil mense moet hulle omring. Met positieve mense. Positieve. Mense wat inpakking maak in jou boel leven. Jy verstaan nie. Ek hoor ja. Sê my, wat is niks vir Junant Petersen? Ek skiet tans paar music videos oor my classic songs wat ek oor jare geëer het. Soos Jere Help Me, oor my song WhatsApp, en oor die song oor die nommer. Was ja, salut ja, like was what is the scrum? The songs must was ja, WhatsApp en hier ja, me maak ek nou. En ons is nou die 29ste uit ons show aan. Julle moet eens kyk op Facebook die virtual shows en julle kan as like a show like fondse in te samen vir die gender-based violence met ons vrouwmense. En vir die COVID-19, bedoel, ek is ook een van hulle, van die sokkom bijse relief schemes, baie mense krijg ons nie, vond sy, by die government, die was hier zwart, die is hier, namens die Timbalani of Zolilani, so dan krijg jy nou nie, miskien iets krijg nie, maar ons moet goed om ons adresseer, so ons is nou hier, ons draai nou net om nou vond sy in te samen vir die, wat heb ek die government geassist word, gesubsidized word, ja, wat die, jou krijg nie, so ons maak net, ons maak jou uit vir hulle by mekaar en om hulle te jou. Sê vir my, waar kan die mense jou music kry? My music kan jy kry op, soos stans, ek like hier. Because as jy kan my music kry op Facebook, en asjeblief mense, follow my page, Junant Petersen, official, en jy kan my music download op baie websites, as op baie websites, soos Reverb, Audio Mac. So ja, ek werk nou met my next collab, ek werk saam met Shado en saam met my nieuwe, die man wat nou gaan, is nou a young white rapper hoor. Hy noem hom White Boy. White Boy, mense moet kyk vir wat nou White Boy mense. Hy kom maak naam die mense en hy gaan bykie vertel hoe voel hy, saam met klop drie mense. So White Boy is a white ou? Ja, White Boy is a wit ou, maar hy is off the hook, so ek werk saam met White Boy en ek is saam met Shado ook bezig hier met die song en ek het nou, next year gaan ek Kaap toe en ek gaan saam met die hemel bezig werk, ek gaan permanent Kaap toe, so Kaap staat, watch me, ek is op pad. Wat ga jy different doen as al die andere artists is? Ek was al baie ook wegkaap toe, ek wil baie op TV-serie gemaskyn en ek wil altyd teruggekom. So ek is bezig, ek het NPO Bossa Foundation. Ek is van die straat, ek ken die straat, ek weet hoe voel het om honger te slaap, ek weet hoe voel het om op geskiet te raak, ek was al twee keer gewat om skietel. Ek ken die straat, ek weet waar jy gaan, jyze mense, ek ken relate hier met die mense, so ek geloof, mense wat hier relate saam met hy, ek is nie een middelklaas kleerling, ek is die normaal kleerling wat so in haar pa groot draak, play in haar huis, die is alcoholies, die is ons play, slap op mekaar, slap op die grond, ons eet nou hier rations op ons brood, eet, ek is high-colored. So ek dink altyd, mense wat nie teruggaan na hulle opstandigheid toe nie, hulle is nie high-colored, hulle is altyd hier in haar huis, hulle ken nie relate met die gewone mens, jy verstaan nie. Junant, ek wil dankie sê dat jy gekom het vandag. Om te kon jou story kom vertel vir onze mense. Ja, ek is blij om hier te wees en dankie dat julle my hier het, man. Ek bedoel, baie mense ken die story achter Junant. So ek is blij, mense het daar een bykie gehoor, wie en wat ek is. As daar enige stukkie rap wat jy af van my wil gooi, vir die mense?
Alles is erger als die eerste, slechter als die slechte. Wees ik, en nog steeds, ik is hiphop zijn beste. Van oorlogbige kenners, zijn hiphop inventors. Als ik op rap ga, dan die rap came ze enters. Van allemaal die gangsters, die leden van die benders. En ik is Junant, ik is de levende legende. Mijn songs meer in kerken, en mensen ze werken. Ik rap van magistraten en ik rap van presidenten. Nou kijk nu wat gebeurt als ik mijn woorden combineer. Elke letter van die alfabet die wil ik kan penetreren. Ik heb maar wat probeer, dat je niemand gaat mee keer. Van ik is een beheer om jouw leven te regeren. Ik zeg jou weer, jullie rappers kan wat ook al proberen. Ik is die definitie als je rap definieer. Daar heet jullie, dit is After Record. Mijn naam is Whanie Lewis en dit is Junant Petersen.